Nou, spannend. Wat gaan we doen? Goedemorgen, het is dinsdag en ze is op school. Ik moet even wakker worden, ik heb net thee gezet. Ik kwam echt vanochtend zo mijn bed niet uit. Ik lag zo diep lekker te slapen en dan gaat die wekker echt haat aan de wekker dan. Maar goed, daarna ga ik weer verder met mijn project. Ik had gisteren natuurlijk wat dingen al uitgezocht. En dan ik even verder. Ik denk dat ik vandaag gewoon de hele badkamer leeg trek en schoonmaak en dan alles er opnieuw in gaan zetten. Even opnieuw ordenen. En ik heb nu zeg maar een voorraadkast en dan heb ik het zeg maar dingen van mij en dingen van Marco en dingen van Sarah. Maar dat werkt niet echt. Dus ik denk dat ik het nu gewoon ga doen met alle shampoos, alle douchegel, body lotion en dan ongeacht van wie het is. Want sommige dingen zijn ook gewoon neutraal en daar pakken we vol tandpasta. Ja. Weet je, daar gebruik je beide van. En nu staan dingen verdeeld. En het vindt het gewoon niet handig. En soms zie je dan ook niet op tijd dat iets op is. Dat je het wel moet halen. Of dat je gewoon veel te veel hebt. Dus. Oh, maar ja, ik moet echt even mijn hoofd echt wakker krijgen eerst. Oké, change of plans. Want ik stond er even niet bij stil. Orlando. Af en toe het scherp stellen. Ik stond er even niet bij stil dat Orlando dadelijk komt. Dus om dan de hele badkamer te gaan doen, dat duurt te lang. Ik heb wel die tas van gisteren, die heb ik leeg. En ik ben nog wat meer dingetjes aan het uitzoeken. En ik wilde ook de zonnebank, ik heb zo'n oude zonnebank. Van oud. Die wilde ik weg gaan doen. En die heb ik één trap afgekregen. En toen vond ik me echt te zwaar worden dat het gewoon gevaarlijk werd. Dus toen dacht ik, hey, Orlando komt zo toch. Laat ik het aan Orlando vragen of hij de tweede trap naar beneden tilt. Beter idee. Het brood voor Sarah eruit gehaald, want ik heb ook nog de overblijf. En ik ga er niet te veel te lang verhaal van maken, dus jullie zien me straks gewoon weer. Ik ben ondertussen met Orlando. Oh, ik ga even precies voor je staan. En we waren al bezig met de kabels en alles. Maar ik heb niet de goede kabels en ik ga niet alles doen wat ik wilde doen. Om er geen lang verhaal van te maken. Maar ondertussen is het tijd om Sarah op te halen, dus we gaan eerst naar school. En dan gaan we daarna weer verder kijken. Doe je met deze dan zo. Ja, goed zitten. Ik besta verder niet meer, want Sarah heeft een oompje. Kijk maar. Wauw. Dat is de scar. Dat noem je scar. Oké. Okay. Zat er aan vast. Op. Ja, je zat helemaal. En echt, ik film echt te laat. We zijn dit dus aan het doen. En Sarah was zo lief aan het helpen. En ik ga filmen. En ze is klaar. Ik heb alleen een modem nog. Wat was je aan het doen? Laat het eens zien. Zo. Heb je die stekker nu los? Nee, het gaat wel. Nou, wel weer een stukje. Kijk eens. Ja, dat doe je netjes. Deze is het. Deze. Kijk, het zit daar. Vind je het lekker? Dan ga ik zo achterkomen. Dan ga je weer proeven. We hebben lekker macaroni. En we zijn met heel veel klaar. Alleen moet ik de rommel nog opruimen. Maar nu gaan we lekker eten. En ik zal daar ook allemaal zien. Tijd voor een spelletje. Nou, spannend. Wat gaan we doen? Zo, jij hebt de zes. Nou, kijk. Ja, maar ik doe 3, 4, 5, 6. Want dan heb ik al een kleine straat. Ze heeft een kleine straat. Als ze nog een 2 gooit, heeft ze een grote. Ik wil nu gewoon vooral een 2 rollen. Gaat die komen? Oeh. Ah, jammer joh. Zo, ze vliegen over de tafel. Oh, die is nog spannend. Wacht, wacht, wacht. Nee. Ga eens heel kijk lichtjes eens op volgorde. 5, 4, 3, 2. Je gooit in één keer een grote straat. Jij hebt gewoon de grote straat die ik wilde. Nou goed kijken, grote straat. Hoeveel punten? 40. Ja. 5,8, heel netjes. In het hokje erbij. Kijk,
is Oom Gold ook een straat. We zijn van de straten. En dit is de beste kleine straat. Die je ook ooit kan rollen. Dan gaan we kijken of oom het lukt. Ja! Oké, we hebben samen. Dat ik een grote straat gooi, weet je. Ik heb heel vaak gewoon, dan heb ik 3 JC gewoon een grote straat weg mogen steken. Gewoon die avond nooit. Zeg dan. Ik ook, ja. Je hebt 6, 3, 2, 3. Ik ga voor mijn 3. Je hebt ook 2-2. Ja, maar ik heb mijn 2 al gehad. Die kan ik niet nog een keer doen. En die wil je ook niet per se als Tree of Kind of Karee. Nee, dat is een ander spel. Dan heb je alleen een leuke. Hey. 3-3-3. Oeh, als oom nou nog een 3 heeft, is een hele bijzondere. Jatsee! Hey! Oom heeft Jatsee. Weet je hoeveel punten dat is? Nee. Ja, heel netjes schrijven, hè? Orlando is net weer naar huis en ik sta echt niet scherp vandaag. Ik weet niet wat het is. Zo, dit is echt geen goed licht. Ik heb een stopbandje in de oven gedaan en ik ga even laten zien wat we vandaag ook gedaan hebben. Deze hoek is nog een rommel, want dat is waar wil ik er gewoon uit. En dan gaat die eettafel wat meer daarin, maar ik heb gewoon hier... Ik heb de bank nu hier staan en de secretaire staat nog wel daar. Ik heb de schommelstoel van zolder gehaald, want dat ging nu. En ik heb de tv en de speelgoedkist daar gezet. Dus zo is de kamer lekker even helemaal anders. Oh, de boekenkasten staan nog wel gewoon hier. Maar we hebben dat ooit zo neergezet, omdat we gewoon even niet wisten hoe of wat. En dat irriteerde me al heel lang. Dus ik heb met oor die bekabeling helemaal omgelegd en gelijk die kast helemaal uitgezocht. Kabels weg die weg konden, noem het maar op. Die bank is hier nu weg, dus deze kastjes kunnen eindelijk normaal open. Ja, waarom dat echt zo lang zo heeft gestaan. Ja, van die dingen dat je denkt, dat moet ik doen. En die je gewoon nooit doet. Dus nu dus wel. Dus morgen kan ik daar ook aan gaan beginnen. Of ik ga met de badkamer, wat ik eerder wilde doen, dat zie ik morgen wel. Want die kast wil ik ook leeg en die moet ook weg. Dus ik moet genoeg weg doen dat ik die spullen die erin staan kan gaan herplaatsen. Maar goed, voor nu vind ik het echt wel heel erg leuk staan. Ben ik er heel blij mee. Ik hoop dat het blijft. Want misschien vind ik het volgende week toch stom. Het grappige is wel, Marco dus niet heeft verteld dat het zo staat. Dus ik heb ook nog kans dat Marco einde deze week naar huis komt en zegt ik vind het helemaal niks. Maar dan wens ik hem er veel plezier mee. Want dan wacht hij of tot ik weer een keer zin heb om het te gaan veranderen of hij mag het zelf doen. Of is het heel erg dat ik het zeg, maar ik ben gewoon wel klaar mee nu, zeg maar. En ik moet dus die accessoires moet ik ook een andere plaats gaan geven, maar echt stukje voor stukje. Maar ik heb wel nu gewoon een heel groot project van mijn lijst af. En dat voelt goed. En het was ook nog een hele gezellige middag en avond. Sarah heeft heel erg lief meegeholpen. En weet je, we hebben tussendoor natuurlijk gewoon gezellig gegeten en een spelletje gedaan. En dus ja, ik voel me happy peppy. Oh, dat ligt er ook nog, want dat lag in die kast. Maar dat hoort daar helemaal niet bij. Maar die andere spullen liggen in een box in de schuur. En die moet ook ergens anders heen. Dus ik denk, nou, weet je wat? Laat het dat maar even liggen nu. En dan komt dat van de week wel als dat lukt. First things first. En nu ga ik weer mijn veel te lange verhaal afkappen en mijn stokbroodje eten. Ik ben de hele tijd nu aan het rommelen, want ik vind het helemaal leuk. Want alles moet weer een nieuwe plek. Maar soms loop ik ook wel vast, want dan denk ik... Ik heb hier de tafel en mijn laadje en daar liggen echt afstandsbediening en zo'n random reader in. Maar verder is die la eigenlijk leeg. En dan denk ik, ik wil er ook gewoon iets handig in opruimen, maar ik weet eigenlijk niet wat ik, als ik me zo ga zitten, dan zie ik me wel. Maar ik weet gewoon niet wat ik daar handig vind. Weet je, daar hebben echt door de jaren heel vaak dingen in gelegen en die heb ik er ook weer uitgehaald en ik weet het gewoon niet. Dus wat hebben jullie in dat soort laadjes liggen? Wat is handig? Een tv-gids of zo? Dat had ik vroeger in dat soort laadjes, maar ik heb al echt, weet ik voor hoe lang, geen tv-gids meer, want waarom zou je? Ik bedoel, je zoekt het op je tv, op je box op als je wil. Of desnoods nog online. Dus wat is handig om in dat laadje op te ruimen? En dan heb ik ook weer plek op andere plaatsen die ik nodig heb. Maar goed. Ik ga denk ik even de kamer de laatste dingetjes aan kan die ik nu nog kan. Dan kan ik zo naar boven.
zo meegevelend. Ik denk, dan ga ik naar bed. En ik was echt wel dingetjes aan het opruimen. En ik wil mijn telefoon pakken. En ik heb geen idee meer waar ik dat ding gelegd heb. En ik heb hem gewoon echt nodig, want mijn wekker staat erop. En no way dat ik anders wakker word uit mezelf. En Sarah op tijd op school heb. Dus ik kan gewoon echt niet naar bed als ik dat ding niet vind. Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik ben echt overal aan het zoeken. Deze kast ben ik geweest. Kan ik dat ding nou weer kwijt? Ik heb ook echt verder niks buiten de kamer gedaan. Mijn telefoon nu net. En toen had ik hem nog. Waar heb ik hem gelaten? Jee, gevonden. Hij was dus tussen mijn laptop, want ik had nog ook heel snel geëdit net. Daar had ik hem schijnbaar opgelegd, de laptop half dichtgevouwen en even op de kast gelegd. En daar zat hij dus tussen. Nou, daar had ik net nooit niet gezocht. Het was wel heel donker. Ik had heel veel lampen al uitgedaan. Toen dacht ik moet de vlog ook nog even afsluiten. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.